Oh, je zat helemaal weg. Ik wist niet dat het bestond. Nog nooit van gehoord. Ik heb het wel eens gezien in films. Ja hoor. Waren dat spannende films of was het? Nou, meestal werd de golfbal eigenlijk opgegeten door een krokodil. Dus dat is wel een vakje. Echt? Ja. Golfball diver is recovering this morning after being bitten by an alligator. Ooh. Yeah, it happened at a country club in South Florida yesterday. If a golf ball went into the water, someone might actually decide to go in and grab their ball. And when they do this, they step right on top of this alligator, and he's definitely gonna bite someone. Foul roundup at a Westin golf course after a gator puts the bite on a man who was trying to retrieve golf balls. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk balletjes optijdt. Ja, maar misschien wel alleen om een wedstrijd van te maken. Ja, ja, lijkt me. Ga je ernaar? Als jullie doen. Ja, daar zitten ze niet op te wachten. Nee. Als jullie doen, doe ik het ook. Ja, maar... jij eerst. Nee, dat gaan we doen. Dus... Oké, jongens, wedstrijd, golfbal duiken. Golfbal duiken. Heb je dat goede broek aan vandaag? Oh, daar heb je wel van de gemeene opmerking, hè? Ja, oh ja, dat willen we wel. Nee, dat is een goede raam. Want René was nogal beledigd over het feit dat sommige mensen het over haar plat kontje hadden gehad. En ze hebben wel even aangetonen. Ik denk dat we daar nu het moment voor is. Dat dat niet zo is. Ik ben best wel in twijfel of ik het überhaupt ga doen eigenlijk dat water heen. Want het is eigenlijk ook al fucking spannend dat je over het hek heen moet trouwens. Dus ik weet niet eens of we überhaupt wel bij het water aankomen. Want je mag er niet zijn. Ik zou je iets zeggen. Ik twijfel ook en normaal twijfel ik eigenlijk nooit om in een zure sloot te springen. Maar dit is de eerste plas waar ik niet zomaar induik. We zijn er. Ja. Maar we zien het eerst wel. Hekken. Ja, een hek. Jongens, weet je wat ik denk dat we moeten doen? We moeten gewoon naar binnen lopen alsof er gewoon niks aan de hand is. Maar hier vallen we te veel op. Laten we even een rondje lopen om te kijken of we ergens een verscholen plekje hebben. Ja, dit is perfect. Alleen er zit een mannetje die je krijgt. Waar? Ja, op dat karretje. Die bromsnor. Ja, helemaal gaaf. We wachten dus even op deze gozer. Als die weg is, dan gaan we gewoon over dit hek heen. Dan gaan we wel kijken hoe ver we komen. We gaan nu terug, want het karretje is daar. Ja, hij is nou weg, dat mannetje. Oh, hij komt terug. Als hij ook zo lang bezig is met zijn schaamhaar te scheren, dan wil ik niet weten hoe lang hij in de badkamer staat. Hey jongens, heb je al een plannetje over hoe je over dat hek heen gaat komen? Ja. Gaan springen. Ja, hoe? Ja, gewoon voorwaarts. Jumpen. Jumpen, ja. Headfirst. Gewoon snoepduik. Zal ik even boosten? Kom maar. Nee, rustig hè. Ja. Zal ik ook even boosten? Ja. Even wacht, ik denk dat ik even met een aanloopje ga doen. Met dat ding dat interesseert hem geen fuck. Ja, maar ik ben echt. Hallo, sorry, ik durf het echt niet. Ik vind het best wel kut hoor, dit. Waar wachten we op dan? Raaf, je bent helemaal gek. Ik krijg helemaal kippenvel. Ik zweer het je. Gozer, wat die gozer loopt te bellen en die grasmaaier loopt te bellen. Nou, die gozer komt. Die gozer komt. Ik ben er klaar voor. Kom hallo, op. Jongens, ik vind het helemaal gek. Ik durf eigenlijk niet meer. Oh, je zat helemaal weg. Oh. Dat is niet goed, man. Oh, daar komt die dude. Oké, naar de ramen dan. Zo, je zakt niet echt goed weg, hoor. Ja. Zo! Ja, dat ga ik dus niet doen, later. Ah, oh, kut. Oké, nou, ik ga één keer kijken of ik wat zie. Nee. Het is echt veel te doen. Daar kijken, bij de daar kijken. Bij dat, Godverdomme jongens. We gaan daar. Fuck. Ik denk dat we wel klaar zijn. Ja, dat is goed. Nou, nu moeten jullie echt gaan. Ja, ik heb even gevoeld, maar er lag niks. Hier waren geen balletjes te vinden. Je hebt hier toch twee balletjes gevonden? Is dat een neefijzer, meneer?
Nee hoor. Daar is er 7. Een hout. Een hout. Oh, kijk. Zo. Hoezo gaan we nu weg? Kom op, we gaan gewoon nog even daar weer in. We gaan gewoon wegrennen voor die gasten. Wat gaan ze doen dan? We gaan weer geen boete geven. Wel, dit zaakje komt er toch. Dit? Ja. Dit is porno in de buitenwereld. Porno in de buitenwereld? Ja, dus dit is gewoon... Waar modder in? Dit is porna, zeg maar. Dit is erotische porno. En www.nattegolfersinthezomer, daar kunt u het op vinden. Oké, nou ik ga daar eens naar kijken. Goed naar kijken. Die kant op. Ja, we wel stiekem kijken thuis, maar ja. Ons wel wegsturen. Kunnen we niet gewoon via de uitgang? Nee, je moet gewoon... Of de ingang? Ja, even wachten. Wat? Ja, maar kom niet over dat hekje op. Dag mevrouw. Dag, we gaan met z'n drieën, ja? Wij komen even toevallig nog een golfballetje in het water geslagen hier. Ja, want wij komen ze eruit halen. De golfduikers. Nee. Nee? Nee. Oh, jammer. Even kijken of dat klopt. Jezus. Mag je iemand schoenen aan? Raad, Kai. Wat? Iemand, mag je iemand schoenen aan? Nee. Wat denk je zelf? Kai, dit is een harde ding. Wat is er? Jullie doen het fucking gek. Ik zag een krokodil. Ik zag een krokodil. Waar is die gozer met die grasmaai eigenlijk? Oké. Ik zie niks. Ik heb ze gevonden. Ja, daar. Helemaal te gek. Kom hier, knuffel. Kom hier, knuffel. Kom even knuffelen. Maar wow, kijk, gek. Ik zou wel graag willen dat je nu echt van terang hebt. Ja, dat snap ik. Ja. Nee joh, maar je hebt een plek. Nee, het is ook een stukje gevaar. Je weet helemaal niet wat er gebeurt. Nee joh, het is ook eng. Wat zit er onder water, hè? Wat zit er onder water? Hier, er zitten allemaal bloedzuigers. Oh ja. Doe je nou? Ja. Oh, die zit de hele tijd aan mijn zat, zat aan het sabbelen. Echt? Ik heb een beetje, het prikt hier echt serieus een beetje in. Hey, vonden jullie dit nou ook een gave video, hè? En willen jullie Raaf, nou ja, vooral Raaf, want die heeft ze gevonden vandaag. De ja. Man, the man, the myth. The legend. Like de zooi dan, subscribe de zooi, deel het, volg ons op Instagram, op Twitter, op Facebook. En dan komt het vanzelf wel goed. En like Nike, just do it. En ik heb gewoon alweer jeuk, net zoals vorige keer toen de gracht in weggesprongen. Zit je nou mijn kont in te zoomen? Zie je nou? Platte kontje. Nou jongens, ik ga me afdrogen, de groeten. Just do it, bitches. Volgende keer een beter item. Hey, eikel.